dat je kijkt naar deze nieuwe aflevering van de Voetbalvet. Het is alweer de tweede. Vorige week hebben we het eerste opgenomen, jongens. Wat vonden jullie ervan? Leuk. Ja, allemaal? Ja. Ja. En hebben jullie nog een beetje reacties gekregen? Ja. Eigenlijk hebben we dit dus 10 minuten geleden opgenomen. Maar ja. Maakt niet uit. Omdat we best wel in een opbouwende fase zitten, gaan we nu snel door naar het tweede gedeelte. En vandaag gaan we het hebben over leeft voetbal in Katwijk. En ik denk dat het wel leuk is hier aan tafel. Jij bent Jon, jij zit op de basisschool, jij zit op de middelbare school. Ja, jij zit ook op de basisschool, jullie zitten bij elkaar in de klas. En jij bent echt een buitenstaander. Ja. Waar kom je vandaan, Bo? Voorburg. Wat doe je hier dan? Ja, vraag het mij. Nee, ja, mijn pa heeft hier altijd gespeeld. En die heeft me sinds klein altijd hier meegenomen. En, ja. En hier is dan Rijnsburg, toch? Ja, 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 zeker niet Katwijk. Nee, ik heb geen hekel aan Katwijk, zoals Ajax en Feyenoord, maar... Ik bedoel, ja, ik vind het hoe het hier altijd leeft, vind ik wel leuk. Hè. Ryan, jij zit op de middelbare school. Ja. Wat merk jij van voetbal op school? Dus buiten de club om. Hebben veel mensen het erover? Ja, elke maandag na het weekend dan ga je wel even met iedereen praten van hoeveel heb jij gespeeld en hoeveel heb die gespeeld. En dan kom je er altijd achter dat jij de beste bent, of niet? Meestal wel. Ja, serieus? Ja. En jullie zitten bij elkaar in de klas, hè? En ja. Bij een ander team. Merk je daar wat van op school of is dat allemaal een beetje gelijk? Ja, valt wel mee. Het is denk ik meer als je bij elkaar in de competitie speelt, of niet? Ja, ik speel nu tegen 2 kinderen in mijn klas. Die spelen bij? Rijnvogels en Katwijk. Dus jullie spelen ook wel eens tegen elkaar? Nee, dat is niemand anders. Maar terwijl wij hadden... Zaterdag moesten wij tegen Rijnvogels, hadden we 4-2 gewonnen. En toen moesten we... Ik weet niet, bijna het eerste seizoen wel, we moesten tegen Katwijk hadden we 11-1 gewonnen. Ook van mensen uit je klas? Ja. Okay. Ik zag daar een kleine rivaliteit. Ik had nog bij hem gekeken ook, hè. Als jij 11-1 hebt gewonnen, zeggen ze dan, hey David, pak je man dan wel even. Of, nee toch? Ik denk dat je dat nog niet echt met die leeftijd hebt. Ik denk als je net als bij Bo en Matthijs die fase zit, heb je dat denk ik wel sneller dan dat je net als bij hun. Ja, wij hebben het niet echt over de club waar wij nu zitten, maar meer over Feyenoord, Ajax, Real Madrid, Barcelona en zo. Daar hebben wij het wel een beetje over van... Ja, Feyenoord is beter, nee, Ajax is beter, Real Madrid is beter. Ja, okay. Ik heb ook wel wat tegen vrienden gespeeld. Ja? Al dit seizoen, ja. Maar jij verliest al lijkt toch? Nee. Hey, dat is helemaal niet waar. Maar dit seizoen ook wel tegen een vriend gespeeld en dat is uitgelopen tot een vechtpartij. Ja, serieus? Ja, serieus. Maar hoe komt dat dan? Ja, het was niks tussen mij en die vriend, maar ik ga die club niet noemen en ik ga die vriend ook niet noemen. Maar die club stond al een beetje bekend om het vechten. En ik moest al een paar keer voor mijn benen wegduiken en wegspringen, dus op een gegeven moment waren we er wel klaar mee. En een jongen van ons, die deed wat. Ik ga ook niet zeggen wat, is ook niet echt netjes. Ja, hoeft niet. En toen ontstond er een... Op het veld? Ja, op het veld, een vechtpartij. En ik liep gewoon weg, niks aan de hand. Toen gingen ze mij ook uitschelden en toen nam die vriend het wel op. Dus er zit altijd wel een bepaalde spanning om tegen vrienden te spelen. Maar... Wat doet de club daaraan dan? Of de club, want uiteindelijk... Ja, uiteindelijk waren wij, zeg maar, de sjaak om het zo te zeggen. Het wordt besproken natuurlijk binnen het clubbestuur. Ja. Dat soort dingen waar. Kijk, ik kreeg er niet zo heel veel meer van mee. Want ik stond er buiten van. Mij gebeurde niks. Dus mij hebben ze ook niks gevraagd. Maar ik denk dat daarna wel wat dingen zijn besproken en zo. Ja. En jullie waren de sjaak uiteindelijk? Ja, volgens mij wel. Ik weet het niet zeker. Ik weet ook niet of ik het mag vertellen. Weet je, want misschien is het... Ja. En jij, speel je wel eens tegen vrienden? Nee, maar wel één keer tegen een oud teamgenoot. Tegen een oud teamgenoot, die was naar een andere club gegaan. En toen, gewonnen of verloren? Heel dik gewonnen. Maar dan heb je geen ruzie toch? Nee. Hey, bij die oudere generatie, een beetje die gasten die nu 30 zijn en zo, merk je het volgens mij veel meer toch? Dat je dat Quick Posh Katwijk dat tegen elkaar aanbotst, of niet? Nou ja, bij ons, wij leren het van jongs af aan dat Katwijk en Quick Posh de grootste concurrenten van elkaar zijn. Ik heb er op zich zelfs niet meer zelf veel mee. Nee, ik zag jou laatst in de Quick Posh. Ja, dat klopt. Ja, maar al mijn vrienden zijn van Quick Posh. Dus. Ja. Dus dan ben je wel de Sjaak, of niet? Nou ja, toen wel toen ik dat Quick Posh aan Sjaak had. Dat gaat gelijk overal op het. Ja, klopt. Maar ik denk dat wij als jongere generatie niet echt conflicten hebben, maar meer van de ouderen. Ja, ik zag het is meer stangen ook.
in die leeftijd. Ja, maar toen ik echt een jaar of 13 was en ik ging wel eens bij de voetbal kijken. Ik ging dan altijd alleen bij de echte grote wedstrijden kijken. En dan heerste er altijd best wel tussen Katwijk en Quick Boys best wel een dingetje was dat. Ja, ik denk ook meer omdat toen echte Katwijkers erin spelen. Nu heb je heel veel spelers van buiten, buitenafstaande. En toen had je echt alleen maar katten. Wat het vroeger ook was, daarom ben ik het er ook niet mee eens dat Fox Sports de tweede divisie heeft overgenomen. Want ja, je merkt het bij Rijnsburg niet echt en bij Katwijk en Quick Boys en zo niet echt. Dat is altijd wel een opkomst, maar vroeger was het veel meer. Omdat mensen niet... Ja, precies. Ja. En dat merk je ook in het amateurvoetbal. Als ons eerste speelt, dan staat er niet heel veel man langs de lijn. Want je kan ook naar een Ajax kijken of een Feyenoord. En dat is wel jammer. Nou, we zijn vandaag bij de huldiging van VV Katwijk. Wij zijn vandaag kampioen geworden van de tweede divisie. Ik sta hier vandaag met Axel. Hallo Axel. Niet iedereen kent jou waarschijnlijk. Wie ben je precies? Mijn naam is Axel van Gaal. Ik ben voetbalcoördinator bij de politie Katwijk. En dat is mijn rol. Nou, we kunnen nu al 3 weken kampioen worden, zoals u weet. Staan jullie al die 3 weken al paraat? Ja, we hebben eigenlijk al vanaf 3 weken terug al de plannen klaar liggen voor deze huldiging. Echter mocht het helaas niet zo wezen. En hebben ze het eigenlijk op de laatste dag laten aankomen. Dus vandaag. En ik ben hartstikke blij dat het wel gelukt is. Ja. Dat het voor een groot feest het is. Ja, het wordt nog groter straks als de spelers natuurlijk komen. En verwachten jullie nog opstootjes of valt dat altijd wel mee met dit soort dingen? Nee, die verwachten we niet. Vanmiddag was ik zelf ook in Kozakken bij Kozakken Boys. En dat was wel heel even spannend aan het begin van de wedstrijd. Maar uiteindelijk is het goed opgepakt door de Katwijk supporters. En wat dat er gaat, ben ik hartstikke trots op ze. Dat ze zich super hebben gedragen. En ik verwacht voor vanavond alleen maar feest. En zeker geen ongeregeldheden. Jouw topscore uit één wedstrijd. Hoeveel jij er hebt gescoord? Want ja, je zegt net, ik sta graag vooraan in plaats van achteraan. 5. 5? Ja. Iemand die meer biedt? Ik bied wel minder. Veel minder. Wat is jouw topscore dan? 0. Ja, echt? Ja. Jij hebt nog nooit gescoord? Nee. In dit seizoen, hè? Ja, nee, gewoon vorig jaar ook erbij, joh. Anders is het zo saai, anders heb je er 0. Heb ik er denk ik maar 2 of 3. Ja, ik zat achterin, dus ik scoor niet zo vaak. Hè. Heel eigenlijk. Ja, maar hij staat ook liever voorin. Als je mij voorin zet, dan... In één wedstrijd of? Ja, in één wedstrijd. Ja, dat was bij mijn vorige club. Dat ik 10 gescoord. Maar waar speel je dat tegen, hè? Kleuters. Ja. Hele slechte. En jij? Ongeveer 5 of zo. En hebben jullie keeper wel eens gescoord? Want dat zie ik altijd jullie doen met FIFA. Dat is serieus gebeurd. Vertel. Hij nam een penalty. Ja, dan maar de penalty was heel spectaculair. Waarom? Want hij schoot hem op de keeper. De keeper liet hem los en toen schoot hij hem er zelf in. Dus eigenlijk heeft hij zo, geen penalty gescoord. Maar echt een doelpunt. Ik heb nog een leuk feitje. Wacht. En die even, jongens, even trommelgeroffel voor dames feitje spelen. Vandaag. In die wedstrijd. Heb ik de keeper hetzelfde geschoten met een gebroken neus. Nou. Leuk, hè? Is dat iets om trots op te zijn? Nee, want wij bespreken geweldig zonder. Je kan gebeuren natuurlijk. Omdat we al die doeken opgehangen. En eigenlijk nog best dom, want ik schoot tegen zijn handen aan en zijn handen klapte tegen zijn neus. Ah, ik heb over die doeken gesproken. Hebben jullie gezien al bij Quick Boys dat de Katwijk logo eruit gesneden? Ja, maar dat gebeurt ook bij Katwijk met Quick Boys. Ja, is het ook gebeurd? Wat vinden jullie ervan? Nee. Gezonde rivaliteit of vandalisme? Nee, dat vind ik wel te ver. Ja. Ik vind het niet kunnen. Want uiteindelijk sta je daar toch voor met z'n allen. Ja. Ja, maar het is ook zo, kijk, waarom zou je het doen? Ik begrijp het. Ja, het heeft eigenlijk totaal geen nut. Ja, maar kijk, dan kom je weer terug op die oudere generatie natuurlijk. Maar denk je dat het de oudere generatie is? Nee. Nee. Ja, ik denk wel. Dus Dirk is dat kinderen 15, van 16. 16. Nee, oké. Okay. Je weet niet ervan. Nee, weet ik eigenlijk niet, maar goed zeker, hè? Dus we zijn eigenlijk wel met z'n allen overeen dat het best wel raar is. Nee, dat hoort gewoon niet. Dat hoort, ja. Het is en blijft voetbal. Hey jongens, we hebben genoeg gesproken voor vandaag. Ja. Ik dank jullie wederom voor jullie komst. Ja. Ja. En we zijn volgende week weer terug met een nieuwe voetbalfit. Dank jullie wel.